Hoi allemaal en opnieuw welkom bij dag 5. Ik heb jullie achtergelaten bij dit stukje. Dat ligt nu achter ons letterlijk. We gaan richting de Krimsel, de Furka en de ene pas ben ik nu op dit moment vergeten. Ik zal het er in de omschrijving bij zetten. Ik weet het echt even niet meer. Dit is een verbindingsweg. Hier gebeurt op zich niets heel spannends. Dus ik knip zo meteen als ik... Juist, dat wou ik net zeggen. Ik knip er een stuk tussenuit. Ik was iets snel uit dat ik het zelf door had. Ik heb een klein stukje tussenuit geknipt. Dus gewoon een stuk verbindingsweg. Was niet zo heel spannend. Voor de rest krijgen jullie de hele weg naar de Krimsel en net over de top heen. Aan de Furka-zijde. Dan... Omdat we een rondje wilden maken, hebben we de Krimsel niet helemaal afgemaakt. Zijn we teruggegaan en hebben we de Krimsel weer naar beneden genomen richting de Furka. Daarna hebben we dus de hele Furka pas gedaan. Hebben we even rust gehouden. En hebben we dus uiteindelijk die pas nog gedaan waarvan ik even niet meer weet hoe die heet. Ik kom er wel weer op, want ik moet natuurlijk dat hele filmpje nog af editen en zo. Dus ik kom er zo op terug. Ik ga dat eerst eens even bekijken, want ik vind het eigenlijk heel erg slordig van mezelf. En uiteraard is dat natuurlijk de Oberalppas. Ja, de Oberalppas. Die pikken we ook nog even mee, zonder dat we dat doorhebben. Die hadden we niet in de planning staan. Maar goed, wij zijn op een gegeven moment ergens wat gaan eten. En ja, toen moesten we naar het hotel. En toen kwamen we eigenlijk per ongeluk is over die Oberalppas. Hele leuke pas. Ik heb net zitten editen. Ik kon het even niet laten. Ik ben niet gauw van het snel doorrijden bochtjes maken. Of harde bochtjes maken. Maar die... daar heb ik me een klein beetje anders gedragen als normaal. Hel, loop door. Hel zegt niks. Nou lacht ze. Goed. Veel kijkplezier. Ik zal af en toe nog even het commentaar geven. Oh ja. Dit is zo'n dag. Toevallig vandaag bij Old Boots on Tour gereageerd. Van die zo'n microfoon ding. Weet je wel. Gisteren was het een knudde dag. Vandaag gewoon niet. Dus onze stem zijn gewoon niet opgenomen. Gewoon nul. Niet eens slecht of wat er gewoon niet. Het zit er ook niet bij. Zucht. Nou ja, we hebben wel een hele mooie route. Wat ik al zei, dus we gaan komen vanaf de Nuffelen. We gaan richting de Krimsel aan de Furka-zijde. Dan gaan we de Krimsel terug af naar de Furka. En dan gaan we over de Furka heen. Dan pauzeren wij even letterlijk de video, dus dat zien jullie niet. We hebben wat genuttigd. Dus wat gedronken, wat gegeten. En toen richting het hotel Alpsu. En daar hebben we dus toch die Oberalppas genomen. Komt allemaal. Geniet eerst hier maar even van.
omdat wij eigenlijk nooit plannen, weten we eigenlijk ook nooit zo goed waar we terechtkomen. Wij bereiden ons daardoor dus eigenlijk ook niet voor. Dan heb je ineens dit soort mooie uitzichten. En dan ineens doemt dat voor je op dat je denkt, oh wauw, gaan we daar zo omhoog. En niets blijkt minder waar. Althans, niet meteen. Dat je denkt, maar hè, hoe komen we dan daar terecht? Ja, dat was die ene andere pas. We komen er wel, maar later. Dit is dan zo'n momentje dat je denkt, mijn route, die lijntjes lopen hier namelijk twee keer blauw. Dit is dus de weg naar de Grimsel, of de vanaf, het is maar net waar je vandaan komt. En die andere lijn, die gaat dus naar de Furka. Dat had ik niet meteen gezien, mijn navigatie zei linksaf, ik sla linksaf. En, nou, de rest vertel ik zo wel. En met die blauwe lijntjes bedoel ik uiteraard de lijntjes op de navigatie. Hè? Dat mogen duidelijk zijn, toch?
je hier dus rechts kijkt, dan zie je dus de weg naar de Furka toe. Dus echt helemaal rechts in beeld, bovenlangs, langs het groene en dan verderop tegen de berg op. Dat is dus de Furka pas. Die gaan we dus nog rijden. Fantastisch, heerlijk, leuk. Echt leuk. Maar dit is dus de Krimsel en rechts van ons ligt Furka. Ja, je moet het maar doorhebben, je moet het maar weten. En ik zo blond als ik was in het begin. Hoe komen we daar nou terecht om? Ja, dat is de andere pas, zegt El. Ja. Oké. Nou, eindelijk heeft El ook de camera uit de dingen gehaald en op de helm gezet. Althans, ik heb er even geholpen. Maar. Dus er komen vanaf nu, zolang de batterij niet leeg is, komen er ook camerabeelden van de helm van El. Daarbij heb ik het geluid van de BMW iets omhoog getrokken. Dus we beginnen zo gelijk met de El-cam. Deze dus. En het geluid van de BMW staat dus ook wat harder. Ja, en de meter die klopt niet helemaal. Dat weten we, dat is bekend. Dus we rijden op kilometers en niet op een metertje. Kan er riskant zijn, maar we moeten het ermee doen. Het is wat we hebben. Wat een bakbeest van een machine is dat trouwens, die 1800. Je hebt het niet door als je erop zit en erop rijdt. Maar mijn hemel, wat een ding. Hij is echt groot. Hij is echt groot.
zo bijzonder van kleur. Het is echt onbegrijpelijk hoe dat zo melkachtig wit is. Ik was nog steeds ben verbaasd. Het is meer groen-wit, maar op deze camera in ieder geval. Het is echt een heel bijzonder stukje dit. Een mooi natuurverschijnsel. Uiteindelijk hebben we hier 1, 2, 3 minuten stilgestaan. 13 uur 2 komen we aan. En 13 uur 4 vertrekken we. Okay. We hebben goed 2 minuten stilgestaan. Om even te bepalen van wat gaan we nou doen. We gaan de Grimsel terug omhoog. Zover zijn we niet naar beneden. Dan gaan we de andere kant helemaal naar beneden. En dan gaan we richting de Furka. Zo gezegd, zo gedaan. Zo hadden we de route ook gemaakt. Hadden we achteraf nog kunnen wijzigen natuurlijk, vanaf dat punt. Maar ja, we vonden het mooier om ook die Furka te pakken. Dus besloten om de Grimsel niet helemaal af te maken.
het voordeel als mannetje, als je nodig moet, en dat moest ik, dan zijn er altijd wel plekjes waar je eventjes ongegeneerd, ongestoord en ongezien weer vertrekken. Stel je voor, je rijdt hier en dan ineens krijg je dit, zeg maar. Ik schrok me rot. Ik schrok me echt rot. Voor telgeld bewoog ik iets naar links of wat dan ook, had ik gewoon die motor rijden. Was een, had ik ons allebei van onze sokken gereden. Ik heb hem echt niet aanzien komen. Ik had hem ook niet verwacht. Wat een vervelende streek was dit. Ik schrok me echt rot. Wat een flapdrol ben je dan? Weet je. Ja, nee, ik. Geen goed woord voor over.
deze aanhanger, oftewel de, nou, wat zou ik zeggen, autotransporter, die gaat met de beste gang naar beneden. Wij rijden niet zo hard en we houden hem net aan, net wel, net niet bij. Af en toe geef ik een beetje extra gas om hem bij te blijven, want het kan. Maar ja, je ziet het, goed 70 naar beneden. Auto met een lege aanhanger. Ik diep respect. Ik zou het hem niet nadoen. Dan zal deze chauffeur daar ook nou, wel vaker rijden dan wij. Maar toch, respect. Kijk, dit is even heerlijk soepel door de bocht te gaan.
Dit is dat stukje wat we dus eerder al benoemd hebben. We kwamen van rechts. We gaan nu naar links. Toen we rechts kwamen gingen we dus deze straat in. Nu komen we de straat eruit en gaan we dus linksaf naar de Furka-pas. Dus we gaan nu richting Furka. Yay! Uitzichten in allebei de passen, zowel de Grimsel als de Furka. Echt super, 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 super mooi. Echt wel lekker. Dan komt Elder achteraan. Ja, ja, ja. En de bocht door.
werkt dit dan? Hoe adembenemend is dit? Hoe bijzonder. Ene moment heb je bomen, andere moment heb je alleen maar rotsen en dan heb je dit. Echt super om naar te kijken. Heerlijk. Kijk dan. Mooi toch? Voor de mensen met de hoogtevrees, draai even weg. Ik doe de komende seconden maar even niet kijken. Oh. Hier is de camera van El. Het is best een afgang. Ja, ik had die dag wat last van volle geheugenkaarten, lege batterijen, geen idee. Maar die camera voorop, die was meer uit dan aan, helaas. Ik was het zat. Ik heb hem weggestopt. En hier moet de camera van El uit, maar die
heeft een soort drukknopje. En ook een GPS, ja, dat ding. Rode knop ingedrukt houden en zegt hij plop, uit. Vraag ik me af, hè. Daar rij je hier bovenaan in het niets en dan kom je de bocht om en dan kom je dit tegen. En aan de rechterkant Avendre. Oftewel te huur of te koop. Vet te koop, denk ik. Wat zou zoiets kosten? En zou het wat opleveren? Zou je er willen wonen? Mijn hemel. Super gaaf.